Hallo, ik ben Arjan en welkom bij een eerste indruk van Sky Saga. Ik heb net een mail gekregen van een vriend van me met een code waarin ik dit kon spelen. En ik heb, om precies te zijn, nog anderhalf uur de tijd voordat ik het niet meer kan spelen. Sky Saga is een open wereld, MMO, crafting, ontdek, bouw, game. En ik heb net toen ik het spel startte moest ik een karakter aanmaken. Dat was het eerste wat ik kreeg, dus dat laat ik je zo even zien. Maar in ieder geval, ik weet helemaal niet wat de bedoeling is. Ik ben dus hier geland op een eiland en ik moet dit beschadigde schip zien te fixen met een scherpe rots die ik moet oppakken. Nou, dat ga ik zo even doen. Maar voordat ik dat doe, voordat we verder gaan, laat ik je even zien hoe ik het karakter heb gemaakt. Dit is dus het deel waar ik meteen in kwam toen ik het spel startte. De karakterbuilder. En eens even kijken wat voor... We kunnen hier voor een kleurtje kiezen. Nou ja, ik ga vandaag niet al te ingewikkeld doen. We gaan voor een jongetje. We kunnen ook voor een soort van tribe gaan. Supercool lizard hebben we ook nog. Oh, ik vind die een monkey. Deze wel heel stoer. Huidskleur. Blauw? Nee, blauw niet. We doen lekker zo'n hele lichte kleur. Kleur van ogen. Groen. Heel goed. Haar. We hebben nog verschillende haarstijlen. Oh, dat is... Dit is wel heel macho. Zo'n staartje achter. Kunnen we ook nog draaien? Ik kan hem niet draaien. Nou, laten we dit maar doen. Dit vind ik wel oké. En zijn haarkleur... Geven we wat donkerder. Nee, ik vind het helemaal niet oké. Ik vind... Dit wel leuk, denk ik. Laten we dit maar doen. Ja. En voor de rest, de naam heb ik al staan. Arjan.org. We gaan door. Profiel. Ik kan kiezen voor een home island. In de kou, in de woestijn of in het bos. Nou, het bos vind ik het meest kleurrijk, dus daar ga ik voor. Nou, we zijn hier dus op een eiland. En het is de bedoeling dat ik... Ik heb de neiging om shift in te drukken als ik bij de rand sta. Dat heb ik van Minecraft overgehouden. Zo. Zullen we eens even afgaan, kijken wat er gebeurt? Woehoe! Ah, en ik ben er weer. Nou, dat ging heel snel dus. Maar we staan hier dus op een eiland. Ik vermoed dat dit random gegenereerd is, maar ik weet het niet zeker. Daar zijn ook eilandjes. De hele grote kans dat daar misschien andere spelers zijn. Maar ik ben hier volgens mij mijn eentje. Ik moet deze scherpe rots oppakken. Dat heb ik nu gedaan. En ik moet... Even kijken, dat is toegevoegd aan de Chronicle. Dat kan ik met C opvragen. En hier vinden we de Chronicle. Bijvoorbeeld, waarschijnlijk heb ik dat bij Tools. Het staat niet bij Tools. Oh ja, daar. Sharp Rock. Die heb ik opgepakt. En dat is een hele simpele tool die we kunnen gebruiken. Dan moet ik de rugzak openen met R. En de scherpe tool hier zo naartoe slepen. Dat hebben we gedaan. En dan kunnen we de tool ook verbeteren. We kunnen het op een boom loslaten. En dan krijgen we... Houten planken. We hebben hier nog een scherpe rots. Kan ik die nou ook oppakken? Ja, dat kan. Ik neem ze gewoon mee. Wat ligt hier? Geen idee. We gaan even naar een boom. Het ziet er wel echt super tof uit, hè? Nou. En nu gaan we dat hierop loslaten. Hoe doen we dat? Met 1. Oh, met de rechter muisknop. Oké. En net als in Minecraft blijven ook deze bomen hier staan... Als je ze neerhaalt. Oké. Ik kan een stenen pickaxe maken. Ik wil eerst deze boom weg hebben, want anders erg ik me daar heel erg aan. Hoppa. Ik heb wel een lekker bereik. Dat vind ik wel prettig. Yes. Kipje. Waar is het kipje? Hij loopt alweer weg. Ik moet een stenen pickaxe maken. Dat betekent dat ik naar handcrafting moet. Dit is een recept voor een stenen pickaxe. En dat is een scherpe rok en een houten plank. En dat doen we. En hoe gaan we dat dan vervolgens maken? Die moet ik hier vervolgens inleggen, denk ik. Dus we leggen hier één in. En we leggen hier één in. En we zeggen craft. En daar is die. Die leggen we op 2. Onward to adventure. Explore the underground ruins. Ah, dat vind ik wel leuk hoor. We gaan even dit oppakken. Kijk, ik heb een pickaxe hier. Deze moet even mee. Hey, eend. Of eend, kip.
kipje. Het is een ontzettend leuk kipje is dit. De ruins knippen daar iets op de map, dus daar moet ik heen. Hier zijn allemaal kippen. En hier, moet ik hier gaan graven of wat is de bedoeling? Of moet ik hier gewoon in? Dat zou kunnen. Dit gaat niet naar beneden. Dus... Ja, hier knipt het wat. Wat moet ik hier wat gaan doen? Ik kan het gewoon kapot maken dit. Oh, sorry kipje. Ik kan het allemaal wel slopen. Neem het ook allemaal meteen maar weer mee. Ik heb ook een rechterhand. Ik doe het met links en ik heb, ik heb die op rechts. En ik kan het weer wegzetten. Oh, wat leuk. Nou ja, dat spreekt wel aardig voor zich. Maar de underground ruins. Hoe ga ik daar komen? Nou, laten we daar even naartoe. Moeten we hier naar beneden? Oh, hier. Hier kunnen we naar beneden. Oeh. Het is wel donker hier. Ik kan het allemaal slopen. Dat kan. Wauw, dat ziet er wel echt super gelikt uit, zeg. Kijk eens, daar zijn we. De Standing Stone Chamber. We moeten de groene keystone fragments moeten we minen. Vanuit deze muur hier. Dus dat moeten we... Ik denk dat we even naar boven moeten. Of klimmen we vanzelf naar boven? Dat klimmen we vanzelf. Die moet ik allemaal weghalen. Er komt een klein beetje licht vanaf als ik dat doe. Weet je wat? Ik stop met dat mijnen en die zooi, want dat blijft maar doorgaan. Dit is de Keystone Oven. Oké, sinds dat ik ervoor sta, anders had ik het niet herkend. En wat gaan we doen? We hebben hier een Light Keystone. En daarvoor hebben we Keystone Fragments nodig. Ik heb er heel veel. Dus dat betekent dat als ik daar nou op dubbel klik, of moet ik dat hier neerleggen? Dan moet ik hier neerleggen. En dan maken we het. 5 seconden duurt het om dat te maken. Het ziet er ook nog super gelikt uit. Oké, deze kan ik equippen. Ik heb ook meteen een soort draagbaar lampje bij me, zo te zien. Zo, dan zien we even wat meer van wat we hier aan het doen waren. Waar moet ik hem laten? Even kijken, ik moet hem equippen en dan moet ik het vervolgens in de Standing Stone gooien. De Standing Stone is hiervoor. Dit is de Standing Stone. Oké, hoe gooi ik het erin? Zo, gewoon met rechts. Ja! En nu heb ik een portal geactiveerd. Oh, wauw. Wauw. Wat is dit gaaf. En nu ga ik naar het eerste avontuur. Kunnen we even die kist openmaken? Wat zit er wat in? Er zit niks in. Nou, daar gaan we dan, hè. Het is hier prachtig, maar we moeten op avontuur, mensen. Ik wil nog even een lampje maken, want ik ben die ene al kwijt. Ik heb nog zat van die zooi, dus we gaan er nog een maken. Hup. En daarna gaan we er wel in. Ik bedoel, ik weet niet of ik weer zo'n oven heb daar. We doen er nog maar even 2. Zo, we maken er 3 in totaal. Ik zou niet weten hoe ik zo'n oven moet maken zelf. En misschien kom ik in een bos uit waar niks is. Dat zou jammer zijn. Dan heb ik in ieder geval wat licht. Alright. Here we go. Door de portal. En we zijn in Direwood Glade. Ik moet 3 matching crystals vinden om mijn beschadigde vliegtuig weer te repareren. Nou, oké. Dat betekent dat wij die kant op gaan. We zien al een soort punt op de kaart waar we heen kunnen. Oh, hier ergens. Oh, wacht. Hier moet het zijn. Dit? Nee, dit is een paddenstoel. Dat kan ik ook mollen, maar dat was niet helemaal de bedoeling. Daar is een kristal. Dat is 1. Komt u maar. Nummer 2 is daar. Trouwens, als ik op escape druk, dan kan ik mezelf zien. Ja, in de rug alleen. Maar goed, niet zoveel aan verder. En... Waar is mijn pickaxe nou? Oh, hier. Nou, dat is de 3e kristal. Die hebben we. En nu? Is dat genoeg? Nu moeten we terug.
Die portal is er nog gewoon. Nee. Ja, ik moet terug naar de portal. Maar wacht even. De portal zou hier eens moeten zijn. Want hier ligt iets op. Dus. Of kunnen we dat hier doen? We kunnen hier nog naar beneden. Misschien moeten we naar beneden. Oh, hier is een portal. Oh, wauw. Maar daar is ook iets naars, zo te zien. Dus laten we vast weggaan. Kijken of we iets kunnen... Zouden we ook iets kunnen maken? Nee hoor, we hebben nog steeds ruzie met die wolven. Ik hoor ze lopen beneden. Kunnen wij iets maken? We hebben een recept voor een fakkel. We hebben een recept voor een pickaxe. Voor een oven. Nou, we gaan het gewoon proberen met onze... houweel, laten we dat doen. Hé, hey, wolfjes. Kom maar hier. Hij is wel sterk. Oh, we hebben hem op de helft. Auw. Nou, hij doet mij niet zo super veel schade. Dat was de wolf. Krijgen we er nou wat voor? Nee, niets. Hier is wolf nummer 2. Ik krijg er iets van muntjes voor. Cool. En nu gaan we hier gewoon doorheen. We hoeven hem niet te activeren. Oh, is wel een grote kist. Oh, neem alles mee. Nou, prima. En dan gaan wij door de portal. En we zijn terug op mijn crash site. Wat moeten we doen? We moeten terug naar het schip. En dan moeten we die kristallen gebruiken om het schip te repareren. Nou, laten we dat doen. Wat ziet dit er ontzettend gelikt uit. Erg leuk. Oeps, sorry. Ja. Dit is mijn schip. Nou, we repareren dan met 3... Oh, ik heb 6 kristallen zelfs. Kijk aan. Repareer. Ah, cool. En nu kunnen wij in dit schip naar de social hub. En dan kunnen we andere avonturiers ontmoeten. Want we zijn niet alleen hier in deze wereld. Laten we eens even kijken. Waar kunnen we naartoe? We kunnen naar de social hub. Daar moeten we eigenlijk naartoe. En we kunnen hier naartoe. Nou, we gaan naar de social hub. Let's do this. En we zijn in de social hub. Er zijn 3 guilds die ik kan ontmoeten. De groene banners kan ik volgen voor de explorer build of guild. Nou, oké. Okay. Zo, ik heb wel flink wat frame drops hier. We moeten daar naartoe. Ik ga eens even kijken wat ik aan mijn frame drops kan doen. Nou, het maakt niet uit hoe ik hem instel. Ik blijf hier met gigantische frame drops zitten. Dus laten we het maar even ophouden dat het alpha is en dat het daaraan ligt. We gaan gewoon even de aanwijzingen volgen. En op zoek naar een van de 3 guilds. En we moeten richting de Explorer Guild. En dat is daar. Ergens. Zo. Het is wel echt een kleurrijke wereld, hé. En daar zijn we. En we moeten met de questmaster moeten we praten. Dan kunnen we in ieder geval 1 quest accepteren. En dit is Edwin Windwood. Nou, laten we eens kijken. Dit is een trader. Wacht even, dat is niet de questmaster. Waar is de questmaster? Die is daar. Oké, okay, wie is dit? Wayfinder Peregrine. Wat moeten we doen? We kunnen 1 forest landmark ontdekken. Zullen we dat doen? We hebben ook een forest adventure. Die kunnen we ook doen. Learning all you can about different environments is the key to survival. En hier hebben we, there are many strange buildings and places amongst the trees just waiting to be discovered. Laten we een forest adventure doen. Die hebben we nu. Laten we ook de forest landmark pakken. We pakken ze gewoon allemaal mee. Hup, dat kan, dus we doen het gewoon. Zo. En wat gaan we daarmee doen?
Dat moeten we dus nu gaan doen, maar ik weet nog niet precies hoe. Dus we gaan hier weg. En dan druk ik op F en dan kan ik terug naar mijn eiland. Oh, dan kan ik mijn eigen eiland hebben. Oké, nou, dat doen we. Nou, ik heb meteen weer dat ik elke dag moet inloggen voor een fabulous reward. En nu heb ik een black powder bomb die ik krijg. Nou, kom maar op met dat ding. Thank you. We zijn weer terug op de crash site. Er is ook post blijkbaar. Hier gaat het al een stuk beter met de frame rate. Is toch niet optimaal, maar het gaat beter. Wij gaan even de postbus openen. En we hebben een... Oh, kijk aan. We hebben er nu al eentje. Explorer challenge completed. Congratulations. We at the Social Hub were very impressed by the courage and skills that you showed in your recent challenge. Ik kan een van de drie cadeautjes kiezen. In de millimeter, bla bla bla, die. En we pakken alles mee. Ik heb geen idee wat het allemaal is, joh. Er zit van alles in. Een recept voor een kleine houten kist. Wat zit dan? Oeh, een zwaard. Cool, die vind ik wel tof. Die wil ik wel even hebben. Die zetten we even op 1. Zo. En dan doen we de houweel wel op 2. Doen we gewoon onze tools daarop. Zo. Dat is wel heel gaaf, dat je gewoon onder één knop, zeg maar, twee tools kwijt kunt. Haha, pak aan. Dat was dat. Nu moeten we Sky Iron Ore verzamelen. Maar dit eiland is toch niet zo heel groot? Dit is toch alleen maar dit? Hoe kan ik hier nou een landmark vinden? Oké, ik heb weer zo'n lichtsteen in mijn portal gegooid. Misschien kom ik nu ergens anders uit. En dan kom ik daaruit. Oké, dan gaan we daarin. En nu zijn we in de Darkwood Ruins. Nou, daar ben ik volgens mij... Ben ik er nou al eerder geweest? Of niet? Nee. Is dit gewoon nieuw terrein, dit? Want dat is wel leuk. Dan kan ik hier dus mijn quest doen. Er staat een gigantisch gebouw hier. Hey, Kip. Ik heb niet het indruk dat hier nog mensen... Dat hier andere spelers zijn. Wat is dit dan? Kan ik het kapot hakken? Oh ja, er komt iets tevoorschijn. Gewoon een stuk steen. Nou, laten we eens naar binnen gaan. Ik heb een zwaard. Ik durf wel. Ah, daar is een wolf. Ik moet een wolf verslaan. Het is wel een hele grote wolf dit, hè? Het is een Ember Wolf. Hij heeft ook een... Oh, maar ik kan hem wel hebben. Hoewel hij mij ook wel kan hebben, zo te zien. Hoepel op, wolf. Hoppa. Wolf verslagen. Eén quest voor de bakker. Cool. En die kan ik dus terugbrengen bij de Quartermaster. Dat is ook alweer leuk. Wat ik nog niet heb gedaan is... Even kijken. Een Forest Adventure. Hier staat een... Wat zit daar voor poort? Waar gaat dit dan weer heen? Er staat niet bij waar het naartoe gaat. Hier is ook een grote kist. Kom maar weer, ik neem alles mee. Ik wil alles hebben. Het is wel een tof kasteel dit. Ik heb de kist al open. En ik zie dus hier een... Oeh, geld. Ik kan het ook gewoon allemaal kapot maken. Kasten, tafels. Alles kan gesloopt worden. Sky Iron Ore, dat heb ik nodig. En de potten, daar zit geld in. Dat is ook goed om te onthouden. Even kijken hoor. Er zou hier... Er staat hier zo'n icoontje van zo'n torentje. Ik wil weten wat dat is. Dan moet ik er eigenlijk helemaal omheen lopen. Laten we dat maar even doen dan. Wel echt fantastisch uit, hè? We zitten dus nu niet echt... We zitten nu ook op een eiland. Nee, dat is... dat is een eiland in de zee, maar niet een luchteiland, dacht ik. Oh, kan ik naar boven hier? Ja, ik kan springen. En dan... Ja, dan ben ik op de plek waar dat... Oké, ik zie het eigenlijk niet. Laten we maar naar beneden gaan. Sky Iron Ore. Dat is vast niet hier te vinden. Hier zijn nog van die kristallen. Die kan ik er wel even slopen.
We pakken gewoon die portal, joh. Ik vind het wel goed. Ik weet ook echt niet wat ik aan het doen ben. Ik ga hier gewoon in. Hoppa. Oh, we zijn weer op een crash site. Maar die portal is weer dicht. Dus dat is wel de hele tijd zo. Maar wat we wel kunnen doen is dit eventjes de quest inleveren bij de questmaster. Laten we dat eens even doen. Dus we gaan naar de social hub. Nou, we leveren hem even in. Deze wereld heeft steeds een ander kleurtje, omdat je steeds op een ander moment van de dag zeg maar naar binnen loopt hier. Explorer Guild, daar zijn we dan. Hey, hoi. Deze heb ik gedaan. Oh, ik heb er een paar gedaan zelfs. Kijk aan. Dus, ja, die wil ik graag allemaal cashen als het even kan. Many thanks. Extraordinary. Wonderful. En dat heb ik nu gedaan. De camera hebben we geunlocked. En ik ben Explorer rank 1. Oh, ik zie er ook ietsje anders uit nu. Of heb ik dat nu verkeerd gezien? Cool. Even kijken, zie ik er anders uit? Ik weet het eigenlijk niet. Misschien wel. Ik heb een rugzak. Hebben we nog een missie? Ik heb twee brieven in ieder geval. Ik kan daar de post openen ergens. Hier is de postbus. We hebben een challenge compleet. En ik moet een gift kiezen, maar er is niks hier. Oh, die heb ik al natuurlijk gedaan. Deze kan in de prullenbak. Dat is de vorige. Maar ik kan nu weer een cadeautje kiezen, de middelste. En we hebben weer een Explorer Mark currency. Nou, neem maar mee. Hup, dan kan dit ook in de prullenbak. En dit is, even kijken, een gift. Use this keystone to go on an adventure and return via the portal to earn a special reward. Oké, dus ik kan weer hiermee op avontuur. Een unstable medium green. Oh, dat is een keystone. En ik heb een keystone, maar ik gebruikte die. Een light keystone. Ik zit op 4 de medium keystone en die kunnen we dus gebruiken. Dat is goed om te weten. Er zijn ook nog andere guilds waar ik naartoe kan. Je hebt namelijk ook de... wat is dit voor guild? Hier zijn verschillende soorten guilds. Even kijken. Oh, daar, de blauwe vlag. Even daar naartoe. Dit is de blauwe vlag. Dit is de community quest. This week's quest. Work together to hand in 100.000 wax. Oh, dat zijn community quest. Oké. En wat hebben we nog meer? We hebben dan daar. Daar is nog een rode vlag. Rood, oranje. Laten we daar maar eens even gaan kijken. Dit is de Armor Recipe Trader. Dus dan kun je verschillende armor maken. Het ziet er zo gaaf uit dit, hè. Je kunt allerlei verschillende leuke pakjes maken. Cool. Ik raak nog... Ik heb in die beperkte tijd die ik nu heb om dit spel te spelen, heb ik zo weinig tijd om eens goed uit te vogelen wat alles is. Maar ik moet zeggen, voor een alfa is het wel, loopt het wel verrassend leuk. Wat hebben we hier? De Gladiators Quest. Gladiators Guild. En daar hebben we ook een aantal quests die we kunnen doen. De V3 Enemies. Die pakken we wel even mee. Oké. Laten we even zo'n medium port, zo'n medium ding gebruiken. Dat betekent dat wij naar de... Zou hier ook gewoon portals zijn? Of moet ik daar speciaal van naar mijn eigen eiland toe? Dan laat ik maar naar mijn eigen eiland gaan. En dan gaan we dus in onze portal. Hier gaat het allemaal perfect trouwens, hè, met de framerate. Het is echt waar al die andere gasten lopen. Dat is echt niet zo lekker. We gaan naar onze eigen portal. Gaan we een keystone gooien. Een medium keystone. Heb ik de goede geselecteerd? Nee, 4. Daar gaan we dan. Dus je komt dan steeds in een random andere wereld terecht. En daar moet je de portal weer vinden terug naar je eigen gebied. Dat vind ik wel echt leuk bedacht. Daar gaan we.
En we zijn in de Wildvale Catacombs. Wat best al wel weer heel cool klinkt. En gevaarlijk. Dat betekent dat hier ergens catacombs zouden moeten zijn. Hier is een vraagteken. Ik hoor ook iemand timmeren. Wat is dit trouwens voor iets? Oh, er loopt een andere speler. Oeh, kijk. Ja, ik denk dat we even een lampje moeten equippen. En die lampjes heb ik. Ik heb hier een fakkel. Houd het hier op. Ja, dan gaan we even verder kijken. Oh nee, daar gaan we heen. Oh jee. Dit is water. Kan ik daarin? Ik kan zwemmen. Oh, oh, oh. Dit is... die heeft hij wel moeite mee. Oh nee, dat gaat beter. Heb ik ook lucht? Ik heb een klein beetje lucht. Wat is dat voor glimmende spul daar? Dat witte. Kan ik ook hakken onder water? Dat wil niet. Dus. Wow, als ik zeg maar zo half buiten dat water blijf, dat is niet helemaal goed hoor. Is nou mijn fakkel? Mijn fakkel is uit. Oh jee. Zo. Ik hoor ook iets springen rechts. Echt hier helemaal rechts hoor ik iets springen. Dus we gaan hier even doorheen hakken. Ik heb Sky Iron Ore. Dit is Sky Iron Ore. Dat had ik nodig. En White Keystone Fragment. Dit zal wel Sky Iron Ore zijn, ja. Dat betekent dat ik er bijna genoeg heb. Ik heb er 5 nodig. We hebben nog katoen nodig. Kijk, dat hebben we gedaan. Mooi. En dan gaan we hier maar even uitgraven. Volgens mij komen we boven gronds nu. Ik ben echt lang aan het graven. Ja, hier gebeurt wat. Hey schaap. Ik heb toevallig katoen nodig. Kan ik jou ook even kapot choppen? Nee, dat is wol, hè, wat ik daarvoor krijg. Geen katoen. Daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Ja, wol. Dat is wel leuk, maar dat is niet wat ik zoek. Daar ziet het er knus en gezellig uit. Ik zie daar ook een of ander schildje. Dat is waarschijnlijk iemand van een, dat is een andere speler. En hier hebben wij een leuk grappig gebouwtje. En daar hoor ik ook iets onaardigs. Oh, dat zijn vijanden. Hallo. Oh, die gaan er snel weer liggen. Maar geen van alle tellen mee als... enemies voor mijn quest die ik nog open heb staan. Hé, hey, een grote kist. Is er geen kist? Oh, dat is gewoon een graftombe. Oeh, kun je wel een mooi eind naar beneden. Gezellige plek is dit. Daar staat een kist. Hoppa, wat is dit voor moois? Een helm! Oh, cool. En heb ik hem dan ook meteen geëquipt? Nee, dat denk ik niet. Maar kunnen we in onze rugzak kijken hoe ik dat dan wel moet doen? Want, ik kan hier ook hier hebben recepten van dingen die ik kan maken. En ik heb hier een helm. En die heb ik nu op. En deze is helemaal stoer. Dus deze helm houden we op. Jammer dat ik mezelf niet van voren kan bekijken. Tenminste, ik heb nog geen idee hoe. Maar we gaan nog dieper. Oh, daar is de portal. Toch? Ja, daar gaan we heen. De rest laat ik even gaan. Ik moet ook een keer stoppen. Ik heb wel een idee wat het is. Je gaat van eiland naar eiland naar eiland. Je vecht je een weg naar de portal. Als je het haalt, denk ik dat je dan een extra bonus krijgt. Oh, hier is een grote baas. Wacht even. Dat was niet helemaal het plan.
En hij heeft ook iets van een... Hij heeft ook iets. Wat heeft hij? Dat is een Corrupted Hunter. Hoepelop. Corrupted Blackguard. Ah, oh, die kunnen we hebben. Hoop ik. Dat doet wel een beetje pijn. Oh man, dat doet echt wel even pijn. Ik ga daarheen, ik wil weg hier. Take all. En weg. Oeh. En we zijn weer terug op de crash site. Nou, een enorm avontuur. Maar ja, hier valt natuurlijk oneindig veel in te ontdekken. En ik heb nog maar het topje van de ijsberg aangeraakt, denk ik. Want hier valt hier nog echt heel veel te doen. Als ik even kijk in mijn rugzak. Dit is wat ik allemaal gevonden heb aan spulletjes. Een recept voor een grote blacksmith chest. Kan ik die daar ook gewoon leren? Ik kan hem equippen. En dan vervolgens kan ik het leren. Dus ik doe nu... Oké. Dit is de quest. Ik heb het nu geleerd. Oh, ik heb het nu geleerd. Dus zo werkt dat. Dus ik kan hem zeg maar de hele tijd equippen. Zo'n recept. Dus hier ook. Hier heb je een quest. Leg dit even weg zo. Dus dit is een recept. Dit is een recept. Voor medium keystone. Nou, laten we het gewoon eens even kijken. Dus we hebben... Hop, dit. Kijk, nu kunnen we een kleine houten kist maken. En... Nu kunnen we een medium keystone maken. Dus dat betekent dat als ik nu hier naartoe ga... Dan kan ik naar recepten. Ik neem aan dat je dan ook bijvoorbeeld een stenen oven nodig hebt. Dus stel je voor dat ik een stenen oven wil maken. Ik gooi er van die stenen in. En ik zeg maken. Laten we even gewoon daar even heel even mee spelen voordat we stoppen. Die zet ik dan. Kan ik hem hier ergens neerzetten? Ik kan hem niet discarden. Ik kan hem waarschijnlijk wel ergens plaatsen. Dus ik plaats hem nu gewoon even hier neer zo. En daar staat hij. De oven. Die kan ik gebruiken. En nu hebben we heel veel recepten. Wat ik nog niet zie staan, is die kist die ik heb geleerd. Maar dat zal vast wel een maniertje voor zijn. Dus als ik nu zeg maar even naar mijn rugzak ga. Hier hebben we nog een recept voor een kampvuur. En voor een metalen anvil. Daar hebben we voor metal weight voor nodig. Die heb ik toevallig. En stenen weer. Dus dat maken we. En die hebben we gemaakt. Die hebben we hier. Die zou ik er dus naast kunnen zetten. Zo. En ook daarmee kunnen we dingen maken. Een metalen pickaxe, een stenen schild. En zelfs gewoon een complete uitrusting. Handschoenen, schoenen, dat soort dingen allemaal. Tof. Dan hebben we bij de tools nog een houten werkbank. Daarvoor hebben we nodig een metal rod. Metal rod heb ik hier. Houten plank heb ik ook. Maar ik heb geen metal bolt. Denk ik. Die heb ik niet. Dan kan ik even voor meer informatie op C drukken. En dan heb ik voor nodig 12 Sky Iron Ore en 12 Verdunite Ore. En als ik even zo kijk, dan denk ik niet dat ik daaraan kom. Ik heb 9 Verdunite Ore en... Oké, nou dat was wel leuk geweest. Waarschijnlijk kunnen we dan met die werkbank kunnen we al die andere recepten maken die we hebben gevonden. Maar het geeft wel een beetje een idee. Ja, het heeft natuurlijk heel veel weg van Minecraft, hè. Dat dan weer wel. Maar het ziet er zo tof uit, dit. En als je dit hele eiland kunt opbouwen en afbreken zoals jij het wil. Ja, dat is wel echt cool. Ik heb al gezien dat je ook kunt kijken naar wat andere mensen hebben gemaakt. Dus we kunnen bijvoorbeeld naar top-eilanden toe. En dan heb je hier Ducky's Treehouse. Daar kunnen we even kijken. Ik ben even ergens anders naartoe gegaan. Ik ben op een ander eiland. Ik was namelijk naar dat... even kijken hoor. Ik was naar Ducky's Treehouse gegaan. Maar daar ging een of andere teller lopen. En toen hoorde ik zo'n irritant klokje. En dat was niet leuk. Dus ik ben heel even naar Impure Death's Fortress gegaan. En ja, blijkbaar is dit wat mensen kunnen maken van een eiland. Ik zie een licht en een donkere toren. En een opening. Dus als ik daar nou eens heel even in ga...
Dan kun je zo eens even kijken wat mensen hier maken. Ik zie daar ook een of ander berichtje. In de postbus. Voor mij. Blijkbaar. Oh, ik heb een guild reward. Ja, kom maar op. Weer een recept erbij. Graag. Zo. En verder nog dingen. Dit kan dus de prullenbak in. Dit ook. En dat recept is voor een lantaarn. En die heb ik dus nu ook gewoon geleerd. Superleuk. Mijn zwaard ben ik blijkbaar ergens op de route verloren. Ja, dit is alweer typisch iets voor mij. Oh nee, hier is hij. Goed. Hier staat een of ander leaderboard op. En dit is een... Dit is vast iets. Woehoe. Cool. Oh, wauw. Kun je even uitkijken hier. Grote vraag is, hoe kom je nou weer weg? Dat zal wel niet zo makkelijk zijn. Oh, zo denk ik. We gaan nog verder omhoog. Oh, leuk. Wow. Cool. En nu zijn we helemaal bovenaan. Ja, je komt hier nooit meer af natuurlijk. Ja, goed. Ik spring eraf. Ik vind het prima. Wow. En dood. Oh nee, toch niet. Ik moet zeggen, ik vind het... Dit is heel veelbelovend. Er is ontzettend veel te doen in... In Sky Saga Infinite Isles. En dat is het ook, hè. Oneindige eilanden. Het gaat natuurlijk maar... Je springt van portal naar portal naar portal. En je komt overal terecht. En dat is erg leuk. Hallo, schaap. Oh, ik mag hier niet bouwen. Dat is echt vastgezet. Dus ik mag gewoon niks slopen. Nou, dat is prima toch. Hé, hey, maar... je hebt een kleine indruk gekregen van de alpha van deze game. Ik heb geen idee wat het gaat worden. Maar het zou wel eens best... populair kunnen geworden. Alleen, het doet me ook wel een beetje denken aan Trove. Die game heb ik al eerder geletsplayed. En ik vind het een mooie uitzien dan Trove. Veel mooier zelfs. Maar het is wel hetzelfde soort principe. En ja, ik weet niet. Ik weet niet of dat, ook gewoon, of dat ook iets is waar mensen op zitten te wachten. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik vind het erg leuk. En ik zet er hier een dik vet punt achter. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het even weten hieronder. Je duimpje omhoog is ontzettend welkom. Deel de video met iedereen waarvan je denkt die het tof gaat vinden. En dan zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Dit was een eerste indruk van Sky Saga Infinite Isles. Bye bye.